Dag Rita, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je even langskomt. Even aanweert. Ja, ik kom elke dag voorbij. Nou ja, en ik was hier van de week al even, toen zag ik dat je bezig was. Tot mijn verrassing. Ja, we moesten een beetje poetsen en we hebben de ramen mooi gezeemd. Want het is een grote etalage eruit en die moeten wel een beetje netjes uitzien. Voor de duidelijkheid, we zijn hier in het oude pand van de Poter. Hier zat het uitzendbureau heel lang. Ja. En ik zie verschillende objecten, maar het grootste kunstje van dit kunstje is dat het niet alleen jouw werk is, maar van 6 op 7 verschillende... Ja, het is, ik zal even zeggen hoe het gekomen is. Ik ben begonnen thuis met een heel klein ateliertje, daar ben ik heel snel uitgegroeid. En toen ben ik antikraak gaan huren via de vastgoedbeschermer. Ik had een heel fijn zolder atelier in de Lange Noordstraat verderop. Nou, voordat dat opgezegd werd, kreeg ik de aanbieding om hier tijdelijk te komen zitten. Het is natuurlijk een fantastisch kantoor-winkelpand. Ja, want ik heb dat achterste deel nog niet gezien, maar hier in het voordeel. En dit begint ook gelijk als galerie, toch? Dat zeg ik goed. Nou ja, dat is. Kijk, het ging eigenlijk om dit. Hè. Dit middelste gedeelte, dat is mijn werkplaats, mijn atelier. En daar is het mij eigenlijk om te doen. Maar dat was een bonus, die winkelruimte met die etalage. Dus echt een galerieachtige ruimte. Daarachter nog een mooie directiekamer, ook heel geschikt om werk te laten zien. Er zit ook nog een tuintje achter, dat is helemaal fantastisch. Maar jij zegt jouw werk, dus als ik het dan goed zie, jij bent vooral bezig met hout? Of? Ik werk met hout, dus alles wat je hier ziet wat van hout is, dat is mijn werk. Maar ik had eigenlijk gewoon een leuke open atelierdag willen organiseren, dat mensen hier gewoon konden komen kijken. Maar corona, dus we hebben het nou wat corona-proef gemaakt. Mensen moeten een afspraak maken. Ik zie dat bordje van geest zegt, beleef verzocht stilte, niet zingen. Ja, weet, zingen is heel gevaarlijk. Dat willen we hier niet hebben. Ik vind vind ik wel geestig. Maar ik heb toen gedacht, nou dan doe ik het op een andere manier. Ik nodig 6 mensen uit die ik ken uit de kunstwereldje. Voor een deel, bijna allemaal zeeuwen. Voor een deel mensen die hier in de omgeving zitten. Voor een deel ook mensen die ik van de academie in Eeklo ken. Okay. Waar ik nog studerend ben. En dan ben ik een hele maand open en dan kunnen mensen al die dagen... Alles komen bewonderen. Een paar weken in huis, die heb ik gekregen van iemand die was zijn tuin aan het opruimen. En die boom die hierin zat, die was dus helemaal... Daar ga jij daar gewoon gelijk mee aan de slag? Door de klimop opgegeten. Die boom moest gekapt worden en heeft dat klimopgeval heel voorzichtig... afgehaald. Ja, het ziet er echt, En die zag dat ik hier bezig was met opbouwen en die zei, nou Rita, dat is echt iets voor jou hoor. Ja, maar het is mooi. Ik heb hem daar opgehaald en dit is een heel mooi kunstwerk. En een mooie steen, dat is een mooie. Ja, het is een beetje gevarieerd, hè. Wat schilderwerk, een paar beelden. Dat is fotowerk van Carla. Maar ook weer met dat hout, hè, met die bomen. Dat zijn de bomen in Zuid-Beveland. Oh, okay. Dit is heel bijzonder, want dit werk zie je nooit. Dit is van Marie-Louise Kommers. Die zit hier in Middelburg, maar die heeft hier eigenlijk nog nooit dit werk laten zien. Okay. Omdat ik het zo mooi vind, vind ik het zo zonde dat dit is niet zeker mooi. Veel meer mensen van kunnen meegenieten. Het is echt heel bijzonder mooi werk. Ja. Dus jij bent wat dat betreft ben je ook een soort verbinder of bemiddelaar in... Nou, ik deel graag. Hè. Ja. Ik heb dit in de schoot geworpen gekregen, deze fantastische ruimtes. En ik maak er zelf heel dankbaar gebruik van, maar ik vind het zo leuk dat... Maar is dit ook een soort antikraak? Ja, dit is gewoon een afspraak die ik met de huisbaas hier heb. Zolang er geen huurder is voor het kantoor, mag ik hiervoor een schamel bedrag. Oh, dat is wel heel super. Dit is een prachtig beeld van Mirjam van IJsden. Weet je waar dat vandaan komt, die steen? Nee. Komt uit het oude stadhuis. Meen je dat? Dat was een soort balie. Er zat marmer. Nou, het is geen marmer hoor, het is andere steen. Nou, ik dank je hartelijk voor de introductie. En nou ja, mensen zijn dus weer gewoon van harte welkom. Ja. En dat het maar een gezellige doorloop mag zijn hier. Dat hoop ik ook. Ja. Want ik geniet hier elke dag en ik hoop dat veel mensen komen meegenieten. Nou, ik zal het binnenkort online zetten. Dankjewel.